Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jij in de Wijk. In deze tweede aflevering van 2019 gaan we het hebben over goede voornemens. Groenteman De Pompoen vertelt over gezond eten. En om het jaar sportief te beginnen, nemen we een lesje boksen. Zometeen meer, maar we gaan eerst gezond eten. Dat begint bij gezonde boodschappen. En waar kan dat nu beter dan bij een groenteman met verse producten? Groenteman De Pompoen vertelt hoe je dat kunt aanpakken en hoe je dat gezonde eten kunt volhouden. Ja, we zijn vandaag in jouw eigen groentezaak. Ja, dat klopt. Wat is dit voor groentezaak? Nou, het is een geweldig mooie groentezaak met natuurlijk veel kwaliteitsproducten. Lekkere gezond fruit, goede rocosalades en panklade aardappelen, alles gesneden. Dus net zo in de Britse zin van het woord. Ja, hoe lang werk jij al in deze groentezaak? Nou, we zijn hier begonnen precies dit jaar 20 jaar geleden. En dit jaar hebben we het 25-jarige jubileum van mezelf als ondernemer. Dus dat is ook wel een mooie ja, mijlpaal. Zeker. Ja, en waarom word je dan groenteboer? Dat is wel iets bijzonders. Hè? Ik ben vroeger ooit dus op de markt begonnen bij de groentebroertjes. Ja. Vak geleerd, een beetje verliefd geworden op het vak. En met de jongens ook veel door de week gewerkt in de vakanties, mee naar de veiling. Dus zo ben ik eigenlijk verliefd geworden op het vak en nog steeds. Wat is dan het leukste aan een groenteboer? Zijn dat de klanten die... Ja, de klant is gewoon altijd mooi. Als je goed contact, persoonlijk contact hebt met de mensen, dat is altijd het mooiste. En je weet ook vaak niet alleen van de klant die bijvoorbeeld truseert. Ja. Je weet waar ze woont, je weet een beetje van de familie die erachter staat. Het persoonlijke contact, dat spreekt mij gewoon heel erg aan. Fantastisch. Snoep verstandig, eet de mandarijn. Eet je zelf ook dan elke dag groente en fruit? Of denk je Te veel. ik moet me soms afremmen met fruit eten, want ik ben echt een fruitliefhebber. Ja. Met name in de zomer. Aardbeetjes, bramen, frambozen, vind ik echt top lekker. Maar goed, elke dag kom ik wel aan mijn vitamintjes. Ja. Daar hoef jij je niet druk over te maken? Nee, zeker niet. Nee. Wat is dan jouw favoriete stukje fruit? Ik ben echt, nu op dit moment ben ik echt een sinaasappelliefhebber. En als je wat later in het seizoen met een appeltje blijft ook altijd wel goed, maar sinaasappel vind ik echt lekker. Waar we dan wel hebben is dat tarwegras. Dat is een superfood. Ik gebruik het zelf ook al jaren en het is niet echt lekker, maar wel wereldsgezond. Ja, ben je er echt gezond van? Nou ja, liever de les daarvoor. Nee, maar het is gewoon lekker, of niet lekker, maar wel goed gezond. En er zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt. Heel veel mensen die willen wel graag naar de groenteman, maar die denken, die hebben een drempel. Die denken, het is duur. Hoeft helemaal niet zo te zijn. Ja, als je goed en verstandig met je geld omgaat, dan kom je echt een heel eind. Is de groenteboer zo helemaal hip? Ja, die is altijd al hip geweest. Het wordt alleen maar hipper. Dat is onze bedoeling. Ben je ook enthousiast geworden en wil je jouw goede voornemens nog een stapje verder nemen? Dan begin je met sporten. Wij gingen langs bij Anne Beumers van BoxMe Enschede voor een lesje boksen. Nou Anne, we gaan maar boksen. Want yes. Leuk dat je wel meer klanten hebt, het nieuwe jaar? Ja, zeker weten. Wat gaan we vandaag doen? Een bokstraining. Het is allemaal gebaseerd op heel veel calorieën verbranden. Groepstrainingen zijn er overal en die zijn ook gebaseerd op een bepaald tijdstip. Mm-hmm. En bij mij kan je inplannen eigenlijk wanneer je uitkomt en dat gaat met een hele groep niet. Dus een solo of een duo training en dat gaat prima. En vaak als ze een fitnessabonnement hebben en ze doen een fitnessuurtje, ja, gaan ze toch vaak naar huis met het idee van ja, de volgende dag geen spierpijn en dat is niet goed. En nu gaan mensen echt, zijn ze de volgende dag wel echt kapot. Nou, tik hem aan. Nou, wat gaan we doen? Dus als ik zeg 1-2, dan geef ik een 1-2. En als 1-2. Stel, doe je dan meteen goed, hartstikke nice. Yes! Maar wat heb jij zelf nou eigenlijk met sport? Hoe belangrijk is sport voor jou? Nou, ik wilde vroeger altijd nog geen docent worden. En omdat mijn vader dat ook is. Ja, zo ben ik, geïnspireerd. En ik wilde toch iets meer richting de fitnesskant. En zodoende ben ik uitgekomen bij personal training. Ik vind de combinatie boksen met kracht vind ik top. Zeker weten, ja. Volop zitten op mijn neus. Het is niet, we hebben geen abonnement.
Nee. Dus je bent niet verplicht om één keer in de week te komen. Je betaalt gewoon per workout. En of je nou één keer in de maand komt, één keer in de week. Dan komen mensen bij jou af te vallen of in de sheets verbranden of... Nou, waarom komen mensen bij jou? Ze willen gewoon het gevoel hebben dat ze na drie kwartier helemaal op zijn. Dat ze gewoon echt ideeën hebben waarvan ik heb echt gewoon alles gegeven tijdens drie kwartier. Yes! Yes. Hey, go! Dat was hem, Jij in de Wijk voor vandaag. Laat ons ook zien wat er speelt in jouw wijk. Stuur ons even een mail. Volgende week zijn we er weer met een spiksplinternieuwe aflevering. Tot dan.